korte coupe die ik ga knippen bij Sabine is afgeleid van het herenvak van de pompadour. Ik begin met haar afdeling op het hoogste punt van het hoofd. Dan ga ik naar de ronding van het hoofd en laat mijn lijn diagonaal achterwaarts doorlopen, net een centimeter boven het achterhoofdsbeentje. Op deze manier ga ik heel het hoofd rond. Ik begin met de onderste partij met scheren en ik wil wat lengte onder mijn afdeling wil ik overhouden, dus ik kantel licht mijn kam. Door die licht te kantelen creëer ik meer lengte naar boven. Zo volg ik met mijn kam de gehele afdeling. Als mijn afdeling diagonaal achterwaarts wegloopt, dan zal mijn kam ook diagonaal achterwaarts wijzen voordat ik het haar afscheer, want ik wil precies de afdeling wil ik volgen. Wanneer je met kam en tondeuze gaat werken, let er dan op dat de kam breed en hoog genoeg is, dat je wel een breed snijvlak hebt voor je tondeuze, dat je er niet makkelijk overheen kan gaan. Nou, wanneer ik heel de contourrand erin heb zitten, dan begin ik onderaan en werk mijn weg naar boven met kam en tondeuze. Dan werk ik naar mijn langste punt toe. Net zoals bij de pompadour bij het herenvak wil ik de buitenste contourlijn helemaal kort hebben en ik wil werken van niets naar iets. Wanneer je dan heel de onderkant hebt weggeschoren, dan ga je naar de contourlijn en dan gebruik ik mijn flexibel kammetje. Daarmee kan ik heel kort rond de contourlijn kan ik kort knippen. Wat erg belangrijk is, is dat je altijd bij de oren het goed vrij maakt. Ik heb zelf ook kort haar en ik weet hoe vervelend dat het is dat je na 2 weken alweer wat haar op je oren hebt hangen. Dus die flexibele kam die zorgt ervoor dat je lekker kort aan de contourrand kan werken. Wanneer je met de tondeuze werkt, dan kan je dus bij die eerste rand wel een wat dikkere lijn hebben. Nou, we zijn natuurlijk bezig met een vrouwencoupe, dus ik wil wel zachtheid wil ik erin creëren. Wanneer ik zachtheid erin wil maken, dan zal ik ten alle tijde mijn coupeschaar gebruiken om net die harde lijn wat softer te maken. Dus je zoekt de lijn op die wat dikker is. Ik wil geen lengte weghalen, ik wil alleen dat die zacht en soft vloeiend doorloopt. Dus in de lijn zet ik mijn kam en met mijn coupeschaar haal ik wat haar ertussen uit om hem mooi zacht door te laten lopen in de korte partij eronder. Vanuit hier ga ik door naar het achterhoofd. Het gedeelte dat haal ik los. En wat ik ga doen op dit gedeelte, in deze grote driehoek zeg maar, die ik ga knippen, dan wordt elke haar dezelfde lengte. Dus ik ga werken met gelijke lagen. Nou, hoe makkelijk is het om gelijke lagen te knippen? Om je kam naast elke passé neer te zetten en de lengte van het haar te bepalen. Dat doe ik hier ook. Ik zet mijn kammetje ernaast. Ik kijk op mijn kam welke lengte ik precies ga knippen. En dan elke passé die ik opneem, zal ik mijn kam ernaast zetten. En dan weet ik dus dat elke haar dezelfde lengte krijgt. Mijn vingers die volgen mooi de ronding van het hoofd. Kijk, Sabine die heeft een mooi rond bolletje, dus ik weet dat ik ook makkelijk op deze manier kan werken. Voel dan ook altijd eerst aan de schedelvorm, voordat je daadwerkelijk het haar gaat kortknippen. Dat is echt wel heel erg belangrijk. Ik werk met een reizende gidslijn, dus elke haar komt 90 graden uit de hoofdhuid voordat ik het afknip. Wanneer je dus werkt met gelijke lagen, vallen alle laagjes op elkaar en dat geeft gewoon een heel leuk speels effect. Het is niet zwaar, het is juist luchtig en dat wil ik ook, bij Sabine wil ik dat bereiken. Mooi met de ronding van het hoofd meegaan en dan elke keer met een reizende gidslijn je volgende passé erbij pakken. In eerste instantie zal je dan merken dat je een langere lengte overhoudt aan je afdeling die je eerder hebt gemaakt, maar later zal ik die soft aan elkaar gaan aanpassen. Wanneer je op het achterhoofd aan het knippen bent, kan je het beste de afdelingen in een stervorm opnemen. Dan weet je precies dat je elke passé, elke haar hebt geknipt. Nou, hier zie je ook mooi aan de zijkant van het hoofd, mooi met de ronding mee. Mijn vingers die gaan echt in de ronding mee om op die manier je gelijke lagen te knippen. Het is dan ook heel makkelijk om jezelf na te kijken of er geen piekje meer uitsteekt. Nou, ik zei dus net dat je het makkelijkste in die sterrenvorm kan opnemen. Nou, ik heb hier nu 1 kant geknipt en de andere kant nog niet. Maar je begint in het midden en dan werk je je weg naar buiten met elke keer een nieuwe passé op te nemen.
Jullie zien bij Sabine al een mooie pasteltint erin zitten. We hebben Sabine gebruikt voor de kistcollectie One Way. Er is ook een filmpje gemaakt van de kleurtechniek. Ik zal eerst deze knipfilm plaatsen en later de kleurfilm. Maar kijken jullie op een later tijdstip deze YouTube-film, dan zal waarschijnlijk die van de kleur er ook al wel op staan. Belangrijk is wel bij deze coupe, als je dus bezig bent met de gelijke lagen op het achterhoofd en bovenop het hoofd, dat je het haar niet te lang laat. Als je echt voorbij je halve kamlengte gaat, dan wordt het een zak en dan wordt het heel zwaar. En dat willen we niet, we willen juist die luchtigheid bewaren. Wanneer je dus ook kort haar gaat knippen bij je klant, ben dan ook niet bang om echt kort te knippen. Wanneer je dan de driehoek hebt geknipt, dat wanneer alle haren dezelfde lengte hebben, net wat ik zeg, het is makkelijk jezelf na te kijken, door criss-cross na te kijken dat er geen piekje meer uitsteekt, maar vanuit daar ga je dan naar de buitenste lijn. Ik wil dus een zachte connectie wil ik maken. En dat zullen jullie dus dadelijk ook zien. Dan kam ik het haar naar beneden, dan zoek ik mijn onderste afdeling, die zoek ik dan op. En dan zal ik in één keer, ik hoef het niet meer af te delen, want het is allemaal in laagjes. Ik draai nu even het model, zodat ik het allemaal goed in beeld kan brengen. En dan projecteer ik het haar zo dadelijk. Kijk, ik ga hem aansluiten op die onderste lijn. Dan projecteer ik mijn haar in een hoek van 45 graden en maak dan zacht de aansluiting. Als ik het haar loodrecht naar beneden kam en ik maak de aansluiting, dan krijg ik een harde lijn. En net wat ik zeg, hier bij de dame willen we wel zachtheid erin houden. Met een inkniptechniek maak ik de aansluiting met de iets langere lengte die ik onder bij de afdeling met het afscheren gecreëerd heb. Let op, blijf wel in je V-vorm werken, want dat was ook de afdeling waar we mee begonnen zijn. Wanneer je dan de achterzijde er helemaal in hebt, kijk jezelf na. Je ziet nu ook mooi die V-vorm erin komen. Dan kan je naar de bovenpartij. Nou, ik wil aan de voorzijde wel wat lengte overhouden, maar wel de connectie maken met het kruingedeelte. Ik haal het voorste gedeelte haal ik los en dan zal ik in het midden een scheiding gaan maken of een passé op gaan nemen. En die sluit ik dan aan op de kruinpartij en die zal dan diagonaal zacht voorwaarts doorlopen, want je bent natuurlijk wel afhankelijk van de lengte die je aan de voorkant wil overhouden, dus een zachte diagonale lijn voorwaarts. Ik knip voor mezelf eerst deze gidslijn erin, dat ik zeker weet dat ik elke passé die ik daarop ga aansluiten, dat die dezelfde lengte krijgt, dat ik aan de voorzijde wel wat langer haar overhoud en aan de achterzijde dat die korter naar de kruin toe loopt en dat ik daar de aansluiting maak. Kijk, hier zie ik mooi de gidslijn die ik net heb ingemaakt. Het enige wat ik hoef te doen is mijn passé op te nemen en de aansluiting maken met de verbinding in het midden die ik er al in heb geknipt. Ik blijf constant passés opnemen die loodrecht uit het hoofd komen en ik volg constant de gidslijn die ik in het midden al gecreëerd heb. Je zal dus merken hoe verder je naar achteren gaat met je passés, hoe meer haar dat er afgaat, want ik volg wel die diagonale lijn die ik er in eerste instantie heb ingebracht. Nou, je allerlaatste passé, daar zal bijna niks meer afgaan, want je maakt de verbinding met het kruingedeelte wat je al reeds geknipt hebt. Nou, vervolgens ga ik naar de zijkant van het hoofd en dan kam ik het haar eerst naar achteren, vervolgens pak ik een passé op. En aan de binnenkant van mijn vingers heb ik dus de gidslijn zitten die ik aan de bovenkant erin heb gemaakt. Nu ook weer elke keer je passé opnemen en de gidslijn volgen die aan de binnenkant van je vinger zit. Hiermee maak je ook weer de aansluiting aan de zijpartij en de achterpartij. Dit doe je dus aan beide kanten. Let erop dat je vingers echt met de ronding van het hoofd meegaan, dat je ze niet recht houdt, want anders zou ik een te zware partij aan de zijkant krijgen met een te dikke lijn en ik wil die zachtheid welke echt inhouden. Wanneer ik dan de bovenkant helemaal heb geknipt, dan kam ik het haar naar beneden en dan maak ik een aansluiting met de partij aan de achterzijde. Nu werk ik wel met een hele lichte disconnectie, want anders zou mijn zijpartij zou dus te kort worden en dat wil ik niet.
Mijn vingers blijf ik in een hoek van 45 graden projecteren om die zachtheid erin te maken. Kijk, hier maak ik de aansluiting met de lijn die ik er al in heb geknipt. Ik doe hem ook inknippen, dus geen botte, harde lijn. Maar nu kan je ook zien dat ik aan de voorzijde een lichte disconnectie erin heb, maar aan de achterzijde is die wel aangesloten. Deze zijde doe ik precies hetzelfde, dus je kam hem naar beneden. Je bepaalt voor jezelf de gidslijn met in gedachte dat je aan de voorzijde wel lengte over wil houden. En hou je vingers in de hoek van 45 graden. Maak de aansluiting met de achterzijde die je al geknipt hebt, dat die mooi doorloopt. En wanneer je dat dan hebt gedaan, dan gaan we het haar nog uitefileren. Want ik wil namelijk wel dat er korte haren in de coupe worden gecreëerd, waardoor Sabine de haar allerlei kanten kan uitdragen. Dat gebruik ik voor mijn coupeschaar. Ik ga terug naar al mijn passés. En zoals je kan zien zet ik mijn coupeschaar met een hoek diagonaal erin. Dan op gevoel ga ik het haar ertussen uithalen. Kijk, ik kan jullie allemaal een techniek leren hoe je het aan moet evalueren. Maar daarna zul je zelf moeten voelen of het genoeg is of niet. Kijk, ik wil die punten wel wat dunner hebben. Ik ga niet te diep met mijn coupeschaar. Want het haar is geblondeerd en we weten allemaal dat het makkelijk is in geblondeerd haar om volume te creëren. Dus het enige wat ik wil is een ongelijkheid van lengtes in de lengtepunten. Heel de coupe loop ik dus na. Ook op het achterhoofd, het kruingedeelte, het bovenste gedeelte. Want ik wil echt die zachtheid wil ik erin hebben. Wanneer ik dan heel de coupe heb uitgeëfileerd, dan zal ik altijd met mijn handen nog voelen of daar waar het nog extra nodig is, of het nog ergens te zwaar is, of ik nog ergens misschien een beetje extra lengte heb gelaten, dat je dan altijd nog een laatste correctie kan doen. Want voelen aan het haar, dat is echt wel belangrijk. Nou, wanneer we dan de coupe helemaal hebben inzitten, dan gaan we ze lekker feunen, opmaken en dan is ze klaar voor de fotoshoot. Want wat ik al zei, Sabine is model voor de collectie van Kiss voor Runway. Veel kijkplezier!